De afgelopen dagen kwam de temperatuur overdag niet boven het vriespunt uit, maar gevoelsmatig lag de temperatuur flink wat lager. Maar wat is gevoelstemperatuur nu eigenlijk? Meteoroloog Wouter van Bernebeek legt het uit. Ja, de gevoelstemperatuur is eigenlijk hetzelfde als de temperatuur die je buiten voelt. Je kunt de temperatuur aflezen op een thermometer. Nou, vanmiddag was het 0 of min 1 graden. Maar de gevoelstemperatuur ligt vaak veel lager, zeker in de winter. En hoe krachtiger het waait, hoe kouder het aanvoelt. Met gevoelstemperaturen tussen de min 12 en de min 15 was het de afgelopen dagen erg koud. Maar hoe kan het dat het zoveel kouder aanvoelt? Het is het effect door de wind. Je hebt een hele koude wind, zeker als het zo droog is als nu. De lucht is behoorlijk droog. We zitten echt in een luchtsoort afkomstig uit het westen van Rusland. En als daar veel wind bij staat, door die lage luchtvochtigheid, ja, voelt het gewoon heel koud aan. In de zomer heb je het omgekeerde. Dan voelt het, als het weinig waait en het is heel heet en broeierig, dan voelt het juist warmer aan dan de thermometer aangeeft. Maar ondanks dat de gevoelstemperatuur kouder is dan die op de thermometer, is het niet gevaarlijk voor ons. Nee, zeker niet. Nee. Het komt wel vaker voor in de winter, zeker ook dit soort temperaturen. Het is voor Nederlandse begrippen eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Maar we hebben natuurlijk wekenlang al heel zacht weer gehad. Dus het zal wel even wennen zijn deze dagen, ja. Ja, dan nog even wat anders. Er gaat nu op het nieuws natuurlijk rond dat er een sneeuwbom aankomt, zo wordt het even genoemd. Ja. Hoe groot is nou die kans dat het daadwerkelijk gebeurt, dat er 20 centimeter sneeuw gaat komen in Nederland? Ja, ik heb dat woord ook gezien. Nou, die term vind ik al onzin. Er zou volgende week sneeuw kunnen komen, woensdag of donderdag. Maar dat is nog zo ver weg. 8-9 dagen vooruit. Een goede weersverwachting met dit soort dingen gaan echt maximaal 3 dagen vooruit. En zelfs dan is het vaak nog onzeker.